Welkom bij de Tonnenprosser 2011, hier in onze residentie. 2011, dat is een bijzonder jaar. Een bijzonder jaar voor carnavalsvierend Kokkerhout. Realiseert u zich dat de 11 maar eens in de 100 jaar in het jaartal zit? Je zal toch maar Prins Carnaval zijn in 2011. Enfin, ik sta hier in de Ton en daar stonden eerder illustere voorgangers zoals Loïke, kent u hem nog, oud-prins Atlas, ofwel Dirk Witteman. Willem van Oranje stond hier, Willem Jansen. Gerrit Heenenweer heeft hier heel veel keren gestaan en komt vanavond wederom. Jaapie Stekel, Jaap van Geilswijk, Kaatje van de Koude Kant. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Vele mensen, allemaal mensen uit het dorp die moeite deden om een jaar lang voorvallen in Kokkerhout bij te houden en die op een geinige manier aan elkaar te verbinden. Ik ben al jarenlang een groot fan van de Tonnenprosser en ik ben er heel fier op dat ik vanavond hier uit hoogte van mijn functie als eerste in de Ton mag staan. Kokkerhout, ja, dat blijft toch een bijzonder dorp. Al liggen we behoorlijk in de verbouwing. Ik weet niet of u het gemerkt heeft op de weg hier naartoe. Nog net is dit historische pand, Café van de Geest, zeg maar de bakermat van het carnaval in Noordwijkerhout, van de Slopershamer gered en blijven staan. Zo mag je het toch wel zeggen. Gelukkig dat daar in het centrum van het dorp, in de horeca, die daar komt tegenover de Witte Kerk, maar tot 10 uur sluitingstijd geschonken mag worden. Want anders had ik het zo wel zien gebeuren dat Pieter de tent hier verkocht had. En dat hij zelf tegenover de Witte Kerk was gaan zitten. Ja. Ik weet het niet met die nieuwbouw in het dorp. Noem maar een sentimentele oude zak. Maar ik mis die pandjes hier aan de Zeestraat nu al. Goed, ik zag natuurlijk ook wel dat ze stonden te verouderen. En het onderhoud te wensen overliet. Ja, zonder onderhoud dan kom je van al je oude zooi af. Je laat het verkrotten en dan verkoop je het aan een projectontwikkelaar. En die sloopt het en die zet er wat nieuws neer. Ik denk dat we met z'n allen in Kokkerhout ons best moeten doen om toch vooral te zorgen dat dit stukje Zeestraat straks weer de sfeer krijgt die het had. En hopelijk dat alle lege etalages ook snel gevuld zullen zijn wanneer straks de brouwerij af is. De bouwerij af is bedoel ik natuurlijk. Over brouwerij gesproken, het zou natuurlijk aardig zijn als ze toch van die ruimtes onverhuurd staan om daar een Noordwijkerhouts brouwerijtje in te vestigen. Het moet toch mogelijk zijn met kermis en carnaval om hier voldoende klandizie te hebben. Volgens mij is een topomzet gegarandeerd in Kokkerhout. Ik ben zelf trouwens mede vanwege mijn prinschap op dieet gegaan. Een bierdieet wel te verstaan. En het gaat goed. Sinds 1 januari ben ik al 4 dagen kwijt. Het lijkt mij ook wel aardig wanneer er hier in het dorp een plek komt waar je verzorgd kan worden. Complete behandelingen van massages tot kleine operaties. Ze hebben trouwens laatst een kalifaat geopereerd. Ik zeg even niet wie, want dan krijg ik ruzie met de senatoren, want het was wel een oud prins. Die was naar de chirurg gegaan om zijn buik en rug te laten bekijken, want dat was allemaal wat pijnlijk. Nou, die chirurg die maakte hem open. En na enig rondkijken in dat lijf van die kalifaat kwam hij erachter. Een wat vergrote lever. En helemaal geen ruggengraat te vinden. Ja, verkeerde dieet waarschijnlijk. Ook ik ben nog niet zo lang geleden naar het ziekenhuis geweest. Ik had namelijk eens in de koelkast gekeken en daar staat op een pak melk dat door sterilisatie langer houdbaar is. Nou, dat leek me wel wat. Thuis hebben we er enig gezinsoverleg over gevoerd. Sanne was direct voor. 6 van mijn kinderen ook. En de andere 5, die waren tegen. Ik heb het toch maar gedaan. Ik heb hoge verwachtingen ervan. Dan nog even terug naar die nieuwe winkelruimte. Maakt u zich geen zorgen over wat er allemaal in die nieuwe pand er toch moet komen. Er staat al heel wat leeg op dorp. En vaak niet zomaar een periode. De EDA bijvoorbeeld aan het Marktplein, ik noem er maar één. En vlak daarbij, de pand van Voorvink tegenover Bakken van Eden. Hoe lang is dat al een soort van verenigingsruimte? Het is wel handig als winkel van Sinterklaas. Je hebt nog wel een ideetje daarvoor. Laten we er met de carnaval gewoon een carnavalswinkel van maken. Een soort prezeshut. Het is vlak bij de bakker, vlak bij de slager.
En schuin tegenover de koetiller, altijd handig voor een carnavalsvieren. Wat wil je nog meer? Tja, er komt veel winkelruimte bij in het dorp. Tijd voor nieuwe initiatieven. Carnaval is tenslotte maar eens per jaar en een feestwinkel hebben we eigenlijk al. De centrummanager die komt er niet, heb ik begrepen uit de plaatselijke pers. Het zal vanavond allemaal nog wel verder door de andere prossers uit de doeken gedaan worden. Maar het initiatief is dus aan de plaatselijke ondernemers, hopelijk met wat steun van de leden van het college van burgemeester en wethouders. Fijn dat er daar een delegatie hiervan is. Ja, die zijn een avondje uit, maar waarschijnlijk met grote vrees. Want op een avond als deze, dan kan er nog wel eens een one-liner hun kant uitgaan. Maar ja, alles voor de lach vanavond. Zo gaat het bij de Tonneprossen. Tonneprossen is hier in Kokkerhout voor alle gezindten. Collegeleden, we hebben de dominee en de pastoor ook besteld om jullie geestelijk bij te staan. Hopelijk komen ze ook. Van oorsprong is het carnaval, vastelavond, zoals onze Limburgse vrienden bij de Chavalière zeggen. Van oorsprong is dat een katholiek feest. Van oorsprong, hè? Wellicht dat Noordwijkerhout daarom voorop loopt, want de katholieke delegatie is wel het grootste deel van het dorp. Toen we onlangs in Genhout in Limburg waren, ik hoorde het net al zeggen, door Nolens, onze presentator van vanavond, toen stond er daar ook een echte buutredener op het podium. Dat is een soort tonnenprossen, maar dan zonder ton dus. Dat is wel vreemd, je mist toch eigenlijk wel wat. Bij Hollanders miste trouwens hele stukken van zijn pros, van dat Limburgse dialect. Dat is een vreemd taaltje, daar zitten heel veel Duitse invloeden in. Gelukkig dat we Prinses Bahia bij ons hadden. Die komt uit Duitsland en die kon heel wat voor ons vertalen. Deze kreeg ik bijvoorbeeld wel van hem mee. Hij sprak over een katholieke BH. Die maak je van achter open en dan vallen er van voren twee op hun knieën. Beste mensen, dit was natuurlijk maar een pre-pros die nergens op lijkt. Het beste moet nog komen. U heeft net gezien in welke volgorde dat gaat gebeuren. Allemaal een hele leuke avond met een breed scala aan echte Noordwijkerhoutse prossers. Geef hen alle aandacht die ze verdienen. Ze hebben er allemaal heel veel voorbereidingstijd in gestoken. Veel plezier allemaal. Allah! Maar ik kreeg op jouw pros toch wat antwoorden, want ik vind dat op zijn plaats aan die allerhoogste man in het Noordwijkerhout. Je stelde voor om de winkel van Floor Vink een carnavalswinkel van te maken. Ik kan inmiddels vertellen dat wij tijdens de carnaval Polonaise Radio uitgezonden krijgen op maandag en dinsdag vanuit de winkel van Floor Vink. Dus van 's morgens 9 tot 's avonds 6. Dus Noordwijkerhout komt live op dance tijdens de carnaval zesdaagse. En voor u prinsprijs is ook ongeacht een nieuwtje. Hier wordt vanavond de winnende pros opgenomen. En die wordt aanstaande dinsdagavond integraal uitgezonden vanaf 8 uur 's avonds op Nens. En heb ik nog een antwoord voor u, meneer prinsjes. U had het over de dominee en de pastoor. Dominee van der Weijden had hier vanavond heel graag willen zijn. Hij had zelfs wat inbreng willen hebben hier vanavond. Maar helaas had hij een andere verplichting buiten de stad Noordwijkerhout en gaf hij te kennen dat hij niet zou komen. Ik hoop dat ik u voldoende heb geïnformeerd. U, hartelijk dank voor uw inbreng en graag de klaspas voor de allerhoogste man in het Karavaanrijk. Maar er wordt nog even gesouffleerd naar mij en ik denk dat onze prins nog...